Jongens, luisters, er zit wel een filmrolletje in, hè? Ja. Kun je misschien één leeuwaardschap, kan ik jullie even allebei wel voorheen. Hey, hartstikke welkom en heel fijn dat je even vrij hebt kunnen maken om bij ons op de stadsvereniging te komen. Graag gedaan. Moet kunnen op de stadsvereniging. Ja, even Ton ook. Hallo. Mensen, ten overvloede. Dit is een optreden wat we doen voor de promotie van de Stadstv. Beelden uit februari 1989. StadsTV staat op het punt te beginnen. Peter Schuiten is dan de eerste algemeen presentator, of anchor zoals dat in tv-jargon heet. En Laurens Borst de eerste redactiechef. Ruim 13 jaar na dato keren we terug naar de plek waar het allemaal begon. Zenuwen en drukte op de eerste uitzenddag van StadsTV Rotterdam. Het programma begon zojuist vanuit de NOC van het World Trade Center in de Maasstad. De redactie in de weer om de kijkers de lokale gebeurtenissen heet van de naald te brengen. Op een beeldscherm verschijnt het ANP-nieuws. De redactie plukt er meteen uit wat met Rotterdam te maken heeft. Maar eigen nieuws is zeker zo belangrijk. StadsTV werkt dagelijks met minimaal 2 cameraploegen. Na de opname wordt het onderwerp gemonteerd. Behalve op zaterdag en zondag is het magazine er elke dag. Het 5:30-journaal is een vast onderdeel van het programma. Of beter, ze beginnen ermee. We schakelen even over naar de Rotterdamse studio, naar de presentatoren Rian Biesters en Peter Schuiten. Rian, hallo. Wat heeft de Rotterdamse televisie voor nieuws vandaag? Nou, goedenavond, Harmsies. We openen vanavond met een primeur over de Rotterdamse havencijfers. Verder waren we vanmiddag bij een protestactie van de brandweer in Rotterdam. En we waren in de Laurenskerk bij de herdenking van de overledene van de tanker van Netlooit. Nou, juist. Wat we niet hebben is dus de botsing vanmorgen van 2 fietsers op de Koolsingel. Maar verder hebben we eigenlijk alles wat aan Rotterdams nieuws is. Prachtig. En aan Peter nog even de vraag wat er voor de rest in het programma zit. We gaan natuurlijk ook even doorpraten over die actualiteit. Even inhaken bijvoorbeeld op de cijfers van de Rotterdamse haven. Ze zijn explosief gestegen. Ik weet niet of dat bij jullie in het journaal zit. En daarnaast gaan we ook het hebben over culturele zaken. De popmusical Zeldzaam doet bijvoorbeeld de stad aan. En we hebben een portret over Joop Hiele die hard op weg is om weer zijn rentree te maken in het eerste van Feyenoord en hopelijk ook in het Nederlands elftal. Dankjewel, veel succes. Presenteren is leuk werk, dacht ik. Goedenavond. Er zijn geen belemmeringen meer voor het afgeven van de bouwvergunningen voor de projecten Streefkerk en Victorieux op Heiplaat. Dat blijkt uit een nog niet openbare conceptnota van de dienst gemeentewerken afdeling Milieubeleid. Het crisisteam Heiplaat en woningstichting Onze Woning reageren verheugd op de conclusie van de nota. Wat vind ik u een verschrikkelijke kei. Wat zegt u? Wat vind ik u een verschrikkelijke kei. Ach nee. Ja, fantastisch zoals u dat presenteert, zeg. En dat is een erg mooi jasje. Dank u. U heeft echt genoten. Nou, laat ik u dit zeggen, meneer Vink. Dat kerstgevoel, dat warme kerstgevoel, dat heb ik vanavond hier volledig gevonden. Nou werd mij verteld dat ik dus dit programma met Roland Vonk zou presenteren. Maar zie u hem, zie ik hem. Hij is er volgens mij helemaal niet, hoor. Ik heb hem nog helemaal niet gezien. Misschien is hij de weg kwijtgeraakt. Oh, ik hoor net dat hij thuis is. Nou, goede plek. Misschien is er een camera meegegaan. Laten we even gaan kijken wat er met hem gebeurd is. MUZIEK
Ja, hier zit ik hier voor. Ik begrijp dat het al zo laat is, maar ik ben nog even bezig. En dat heb ik nou altijd. Is er ergens een feestje, kan ik maar niet loskomen van huis. Nog even dit, nog even dat. Pak eens een boek. Donderdag om 5 uur, dan kunnen kinderen en ouders kijken naar Niet Storen, Ik Lees. Louis de Leesworm leest voor, vertelt over boeken en hij droomt ervan. Oh, nee, nee, nou niet. Ik lees. Ja, ik lees. Donderdag, 5 uur, dan is hij er, bij StadsTV. U wenst, meneer? Hier staat onbeperkt sperrips eten. Ja, meneer. Echt waar? Echt waar, meneer. Voor 22,50? Voor 22,50, meneer. Onbeperkt? Onbeperkt, meneer. Oké, sperrips dus. Laat maar doorkomen. Meneer. Oh, een ober. Meneer. Een groot glas water. Meneer. Smakelijk, meneer. Ober. Meneer, meneer. Meneer. Deze week onbeperkt sperrips eten. Voor slechts 22,50 per persoon. Tot morgen! Meneer! Kook jij of kook ik? Kook ook. Kijk, dat hoop ik nou, dat we samen koken naar al de uitzendingen die vanaf nu op hetzelfde uur op dit net plaatsvinden. Hallo, ik ben Julien Croizet en ik ben de presentator van het nieuwe programma Hebbes. Vanaf 26 oktober iedere dag een kwartiertje voor mensen die iemand zoeken. Dat kan alles zijn. Een vriendje of een vriendinnetje, een partner voor het leven of een lief klein tekkeltje om mee te wandelen in het bos. Bel ons 06-97-05 en doe mee met Hebbes. Dames en heren, over iets meer dan een week dan is het 1 april. Dan begint er wat en dan eindigt er wat. Het Rotterdamse Dagblad hier, dat begint dan. En uw gewaardeerde uitgaansverslaggever, ik dus, zei de gek, die stopt ermee. Dat betekent dat we dus nog 1 aflevering hebben na vandaag, dus volgende week. De tijd dringt. En daarom gaan we vandaag op zoek naar een waardige opvolger. Mobiele eenheid op het Stadhuisplein. Aangevallen plaatsen gevonden. 5, 4. Even over aan Jaap Dijbel. We zitten live, hè? Ja, we staan hier vlakbij het buffet. Wat dadelijk speciaal voor de spelers natuurlijk is samengesteld en voor alle genodigden. Maar gisteren gebeurde er natuurlijk iets totaal anders. Want de supporters, een deel van de supporters tenminste, ging van tevoren al naar Groningen. Ja, de supporters zijn hier uitzinnig. 40.000 mensen hier achter mij die luidkeels zingen We are the champions. En dat is terecht. Voor het eerst sinds het seizoen 1983-1984 is Feyenoord landskampioen. En dat is een felicitatie waard voor alle Rotterdammers. Tot zo. Rond 3:15 vanmiddag. Feyenoord leidt inmiddels in Groningen met 0-2. Wat de einduitslag gaat worden weten wij dan op dat moment nog niet. Wat we wel weten is dat het niet meer fout mag en kan gaan. Want Rotterdam pakt vast uit en zet de spullen neer.
Dit is het StadsTV nieuws van woensdag 22 september en hier zijn de hoofdpunten. Wethouder Vermeulen stapt na de verkiezingen op, psychiatrische ziekenhuizen gaan naar de rechter en volkstuinen in voortbestaan bedreigd. Goedenavond. Kijk maar, met bijna gewelddadige blik in uw ogen. Eén kakkelakke, niet enkele kakkelakke, maar zijn duizenden. Nee, maar je moet natuurlijk wel in zoverre reëel blijven dat het laatste wat aan de orde geweest is, zijn de sloopplannen. Als het aan mij ligt niet, want wat denk jij wat de ziektes je kan oplopen allemaal van die troep? Waar is meneer? Oh, daar zo. Oh, die is weg. Nee, wij doen een... Hallo? Waar is meneer? Hij is weg. Hij staat achter in pilaar. Oh, ja, die staat hier zo. Het is van Stadstelevisie. En... is heel erg tevreden en ze straalt het ook helemaal uit. Je kunt zien, de haren zijn heel mooi gepolijst. En ze zegt nog eens nadrukkelijk van, ze zijn zo glanzend geworden. Dat heb ik in een hele poos niet gehad. Ik vind het echt klasse. Goed, u zag het. Een hele blije kandidaat in de metamorfose. En u kunt daar ook bij zijn. Bij StadsTV moet u dan een formulier ophalen. En ik geef u het adres StadsTV Rotterdam. Leuvenhaven 75 en we zitten hier op de derde etage. Dit was het voor vandaag. Dit was de uitzending van woensdag bij StadsTV.
Morgen dan ziet u bij ons reacties van mensen op het Noordereiland over de laatste dagen van de hef. En is er natuurlijk ook de rubriek De Straat. Dat allemaal morgen dus. Voor nu een hele fijne avond. Catastrofe zeg, hè, met die stadsniveau. Nou heb ik dus maar gelijk een actiepakket samengesteld. Dus ik heb wat bruine bonen voor de jongens en meiden gehaald. Ik heb een actiepet voor Ron van der Ree. Dan heb ik hier verder nog... Oh, dat is tonijn. Dat wou ik dan toch voor thuis bewaren. Maar ja, het is toch wel een ramp. Ik weet ook nog niet precies wat er aan de hand is. Maar het zou toch wel een grof schandaal zijn als dat allemaal in één keer zo afgelopen zou zijn. Ik moet naar binnen, want ik moet mijn actiepakket brengen. Ik heb ook nog scheermesjes voor de jongens en tampons voor de meiden. Doei! Zelfs Sinterklaas kan niet meer ongestoord zijn werk uitvoeren. Dat bleek gistermiddag toen de Goedheiligman een kinderdagverblijf in Jachthuisstraat bezocht. Hij werd geschopt, geslagen en met stenen bekogeld door... Zelfs Sinterklaas kan niet meer ongestoord zijn werk uitvoeren. Dat bleek gistermiddag toen de Goedheiligman een kinderdagverblijf in de Jachthuisstraat bezocht. Hij werd geschopt, geslagen, met stenen bekogeld en aan zijn baard getrokken door een groep jongeren van een jaar of 10. Die overigens op het Sinterklaasfeest... Nee, dan gaat het even. Doe hem één keer serieus nog opnieuw. Sinterklaas die geschopt en geslagen wordt in kindertjes van 10. Niet te geloven. What is the world coming to? Welkom bij de sport van woensdag 17 maart, waarin vandaag vooral aandacht voor atletiek. De keuze van advocaat is verrassend. Algemeen werd aangenomen dat hij zou kiezen voor een 2-jarig contract bij Feyenoord. Edward van Kuilenborg vroeg Wim Jansen of advocaats beslissing geen teleurstelling voor hem was. Bos en Witsche die waren van de partij en verslaggever Edward van Kuilenborg die vroeg ze vandaag in de Kuip naar hun ervaringen. Voordat de Feyenoord-selectie naar Londen vertrok, sprak Edward van Kuilenborg met Hans Doyer en John de Wolf. Achter mij is jullie aankomen. Ze hebben al uitslag, zeggen ze zelf, van Zuid en dergelijke. Ik moet zeggen, het was een waanzinnige mars is het. En dan komen ze op het echte Zuid. Goedenavond en welkom bij alweer de 6e aflevering van De Nacht. Het programma waarin we laten zien wat er gebeurt op zaterdagnacht. Als je de deur niet opent, dan doen wij hem open hoor. We zijn op een bruiloft van Willem en Tieneke. En dit is Willems zoontje, Raymond. Jullie zijn vandaag getrouwd. Maar Willem, jij had natuurlijk veel liever... Jij bent de cameraman bij De Nacht. Jij had natuurlijk veel liever gedraaid De Nacht, of niet? Ja, ja, rampen en dat soort dingen, dat is eigenlijk mijn specialiteit. Maar nu, je huwelijksfeest en dat vier je hier zo in mijn stamclub eigenlijk. Waar ik Tineke heb leren kennen, zeg maar. Ja, en daar feesten we gewoon de hele avond door. Dus even geen tijd voor De Nacht. Het spijt me, dames en heren. Het is niet meer zo. Ik kan er ook niet aan doen. Maar je had veel liever De Nacht gedraaid, of niet? Nou, veel liever is een groot woord. Ik bedoel, daar heb ik altijd nog Willem Duivenstein voor. Ja. Toch?
beschreven worden. Dit is allemaal knipselplant heel erg. Ja. Knipsel Argenteleen. Deze hier, hoe krijg ik het dan al? Een doos. Nou, dit gaat net misschien nog even voor. Wat zijn we er nou? Tot zover de sport voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En dan besteden we aandacht aan Ad Lener, de man die, zoals ik u eerder al vertelde, na ruim 2 jaar blessureleed zijn rentree maakte in het eerste elftal van Excelsior. En ik wens u een heel zonnig en fijn weekend. Proost.